De eerste kans van de partij is voor de afscheidnemende Versavel. Hij speelt vandaag in principe zijn laatste wedstrijd. Zijn kopbal is te zwak om doelman Schuurmans te verontrusten. Na een combinatie met een Bemba teister Versavel even later de vuisten van Schuurmans opnieuw. Het is het teken voor nog meer Turnhoutse aanvalslust. Janssens is wat later sneller dan de koning en gaat neer in de 16. De thuisaanhang schreeuwt om een strafschop. Scheidsrechter Stas heeft geen contact gezien. En ook de herhaling maakt niet echt duidelijk of er effectief contact is tussen beide spelers. Vlak voor het half uur is Janssens opnieuw daar. Hij bedient Van Vlasselaar, maar die schiet te zwak. En Versavel besluit naast, we gaan rusten met 0-0 op het bord. Na de pauze zien we een nog scherper turnout. Bruno Versavel met een prima uithaal. Schuurmans ranselt de bal uit de kruising. In de 55e minuut snijdt Van Vlasselaar door het centrum. Mooie combinatie met een Bemba en het staat 1-0. Turnout is zeker van een eindrondeticket en op dat moment volkomen terecht. Geeltrainer David gooit nu alle offensieve krachten in de strijd en dat levert resultaat op. Met nog 10 minuten te gaan plaatst Van Geel de bal tussen de paal en de keeper. De stand is weer in evenwicht, maar Turnhout is nog steeds in de eindronde. Turnhout speelt nu wat nerveuzer, Geel met de moed der wanhoop. Een paar minuten voor het eindsignaal poeiert Van de Weijer de 1-2 eindstand ongenadig binnen. Turnhout is 80 minuten de betere ploeg, maar blijft met lege handen achter. Geel stormt van de hel in de hemel en speelt de eindronde. We gaan vandaag rustig genieten van deze overwinning. En dan gaan we proberen van alles terug op een rijtje te krijgen, want vandaag was het niet de beste eigenlijk.